Een 8,5. Een 8. Nog een 8. En een 8,5. Vorige keer zagen we dat Floris unaniem tot dirigent werd gekozen. En 5 minuten later hadden we een nieuwe dirigent. Ander heeft hem maar een plekje. En maakten we voor het eerst kennis met het jeugdorkest. Het draait nu niet om de muziek, maar om het feest en de gezelligheid. Zaterdagochtend in Andel. Er wordt alweer druk gerepeteerd. Mels speelt bugel, net als zijn vader. Kom eens. Steek je even spelen, doe eens even een C spelen. Gewoon een C, taam, nee, een C. En dan de D, dat is die. Je moet hem wel eens stimuleren om te spelen, maar goed, er gaan weinig weken voorbij dat hij geen drie keer in de week oefent, zeg maar. Dat is ook nog niet al te veel, maar goed, je moet het leuk gaan vinden om het te gaan doen en te laten horen van kijk eens wat ik kan, zeg maar. Mel speelt bij het jeugdorkest en vandaag mag hij voorspelen en laten zien wat hij kan. En dat is best spannend. Gewoon al die mensen. Maar nu moet ik helemaal alleen. Vanmiddag is het zover. De jaarlijkse voorspeelmiddag voor alle jeugdleden van Andels Fanfarekorps. Een spannende gebeurtenis, want ze spelen voor een echte jury. Spannend. De meeste wel, ja. Stiekem wel. En meestal hebben ze natuurlijk individuele les. En eigenlijk zitten ze in het jeugdorkest, dus dan is het met elkaar muziek maken. En nu moeten ze het toch alleen doen. De fanfare verzorgt ook de muziekopleiding in het dorp. En dat is belangrijk voor nieuwe aanwas in het orkest. Trompetdocent, docent, saxofoon en slagwerk. En daar gaan dus de leerlingen van Andels Fanfarekorps naartoe. We kregen subsidie van de gemeente. En zo wordt dat geregeld. En dan is Mels aan de beurt. Natuurlijk is dat spannend. Ik weet ook nog een videoopname van mij op mijn cornetje. Dat ik helemaal zenuwachtig was. En dat de leraar die op de piano zat, die moest helemaal achter zijn piano vandaan komen. Om aan te wijzen van, nou, Janne, je bent daar. Mels is de laatste. Tijd voor de punten. Een 8 is goed. Dingen die onder de 8 zitten zijn dingen waar je aan moet werken. Dingen die boven de 8 zitten zijn dingen die opvallen, omdat ze eigenlijk bovengemiddeld goed zijn. Op de eerste plaats is het voor de kinderen erg goed in het leerproces om ook te weten wat het is om voor een groep mensen te spelen. Ik sprak net even met de vader van Mels bijvoorbeeld. Die zegt dan, ja, zenuwachtig hoor, thuis gaat altijd beter. Ik denk, ja, dat is een van de lessen die je moet leren. Hè. Als het dan even voor het echie moet, zeg maar, en iedereen kijkt je aan, dan valt het toch niet mee om al je basale fysieke vaardigheden goed onder controle te houden. Adem ik nog goed in? Sta ik er nog een beetje ontspannen bij? Heb ik nog lekker focus op de muziek? Dat is toch lastig. Een 8,5. Een 5,7. Een 7,5. Een 8. Nog een 8. En een 8,5. Het gat tussen wat de gemiddelde leerling kan en wat je eigenlijk nodig hebt om mee te komen of misschien zelfs te excelleren in een orkest als Andels Fanfare. Dat is natuurlijk vaak erg groot. Maar voor vandaag is de verwachting meer dan overtroffen. Ik heb er in ieder geval erg van genoten. Wat ik altijd mooi vind zijn de
toch heel gefocuste en geconcentreerde, ingespannen gezichten bij wat er moet gebeuren. Dat is echt iets om van te genieten. Dus hartstikke leuk om hier te zijn vanmiddag. En succes allemaal. Fijn weekend nog. Dankjewel. Floris is sinds een paar weken officieel de nieuwe dirigent. Vanavond heeft Teus van Tilburg een afspraak met hem. Ik heb om 10 uur nog een afspraak in de Buitenhof met de nieuwe dirigent van Anders Vervaren. Teus is schrijver en journalist en volgt de fanfare al jaren. Nou ja, hij is natuurlijk nieuw, hoewel ook niet helemaal nieuw voor Anders Vervaren. Dan ben je toch benieuwd hoe het nou zal zijn om voor het grote orkest te staan. Want zijn voorganger was Danny Oosterman en dat was nou niet de eerste, de beste dirigent die ook landelijk veel bekendheid genoot. En AFC, terwijl Anders Vervaren, toch naar de hogere regionen heeft kunnen krijgen. Hoe is het om Danny Oosterman als dirigent van Anders Vervaren op te volgen? Ja, wat me te binnen schiet is eigenlijk toch een grote eer. Ik ken Danny sinds 2000, sinds ik bij Danny ging studeren. Dan kijk je natuurlijk toch met een schuin oog naar dat orkest. Ik weet nog goed, allerlei momenten herinner ik me daarvan. Dat ik aan het luisteren was naar het grote orkest. Dat ik dacht, joh, het is toch wel wat, zeg. Ja. En ik denk ook, als ik eerlijk ben naar mezelf, dat ik daar vanaf dat moment dat ik hier kwam gedacht zou hebben, als ik ooit dit orkest zou kunnen dirigeren, nou, dat zou toch wel een van de grote doelen zijn van het hebben van een dirigentencarrière. Floris komt zelf niet uit Andel. Hij woont met zijn gezin in een monumentale boerderij in de polder bij Lexmond. Maar daar moet nog flink wat aan gebeuren. Je ziet die achtergevel loopt de hemel zo naar beneden. En daardoor komt deze gevel valt een beetje opzij als het ware. Dus die, ja, hier zie je geen scheur en bovenin ontstaat een spleet. Omdat die boerderij eigenlijk zo een beetje die kant uit kantelt. Dit is de oude de stal gewoon. Je ziet hier eigenlijk nog een kamertje. Dat is maar betrekkelijk klein hoor. Misschien 2 vierkante meter. En dat was de bedstee van de knecht. En de koeien stonden daar natuurlijk onder. En die staan natuurlijk een beetje te dampen. Dat zijn natuurlijk allemaal warme beesten. En dan was het natuurlijk lang zo koud niet. Koeien zijn er niet meer. Wel komen er binnenkort nieuwe bewoners bij. Ik ben een schaaphok aan het maken. We krijgen straks 2 kleine schapen die hier in de wei gaan lopen. Al vanaf zijn jeugd is Floris gek van muziek. Kun jij mij steeds schroeven geven, Puikel? Ik zag eigenlijk maar 1 pad voor me en dat was naar het conservatorium gaan. Dat wilde ik al zo'n beetje vanaf de basisschool. En dan kon ik in het eerste jaar gelijk starten van gitaar. En toen ik daar 2 jaar mee onderweg was, werd ik eigenlijk steeds fanatieker met dirigeren en met fanfare. En toen had ik nog gewoon bijvak trombone, bijvak piano en hoofdvak directieles in Amsterdam. 1, 2, ja, kak, dus meer helpen dan zoiets kan ik eigenlijk niet. Na zijn studie wordt Floris fulltime dirigent. En dirigeert hij verschillende orkesten. Ondanks zijn passie heeft hij ook zo zijn twijfels. Ik miste misschien een stuk variatie in ieder geval. Ik had ook wel eens het gevoel dat ik natuurlijk in een soort uithoek van de maatschappij, zeg maar, hè, me heel druk aan het maken was. Maar dan zei, ja, welk doel dient dit dan? Of hoe zou het dan in andere sectoren of in andere hoeken van de maatschappij zijn? Rijden we de snelweg, dan allemaal grote bedrijven langs de weg waar allemaal mensen iets in doen. Ja, hoe werkt dat? Hè? Wat gebeurt daar? Hoe zit dat in elkaar? Ik reed weer naar mijn dorpshuis en ging kinderen van 8 cornetles geven. Daarna de fanfare dirigeren. 2 zachtjes, 3. Als ik straks 55 ben en ik bedenk dan dat ik nog iets anders wil, ja, dan wordt het misschien toch wel lastigjes. Dus gaat het roer helemaal om. Hij besluit te stoppen als dirigent. Dan heb ik op een dag alle orkesten achter me afgebeld en gezegd, ik stop ermee. En die zeiden, wat? Ja, ik heb erover nagedacht, maar ik doe het nog tot de zomervakantie en dan hou ik ermee op. Na een studie economie aan de universiteit kiest hij voor een commerciële baan. Maar uiteindelijk loopt het toch anders. Samen met zijn vriendin begint Floris een eigen bedrijf. En
dat bedrijf werd eigenlijk al vrij snel, groeide dat snel. En toen heb ik een hele tijd daar met één been in meegeholpen. En op een gegeven moment had dat bedrijf ook ruimte nodig en toen hebben we deze boerderij gekocht. Ik dacht, oké, het is eigenlijk een goed moment om helemaal voor dat bedrijf te gaan. Ik zeg mijn baan op. Dus nu wonen we hier en werken we samen in ons eigen bedrijf. Het bedrijf gaat goed. Ze hebben de schaapjes op het droge. En hoewel Floris geen orkest meer dirigeert, blijft de muzikale waakvlam branden. Totdat er in Andel een nieuwe dirigent wordt gezocht. Ik had eigenlijk een aantal dingen afgezegd voor het najaar. Of ik was er niet meer aan begonnen. Hè. Dus ik had het jaar daarvoor nog behoorlijk wat dingetjes zo links en rechts ingevallen. Ik had eigenlijk bedacht, joh, ik heb er niet zo'n trek meer in. Laat ik het dus allemaal maar niet doen. En nu dacht ik, ja, als het nou met Anders van Varen is. Als ik zelfs dat niet meer leuk vind, als dat nou blijkt. Ja, dan moet ik misschien gewoon nooit meer dirigeren. Dan is het gewoon, dat is gewoon afgelopen. Maar de klik is er en Floris mag zich de nieuwe dirigent van AFC noemen. Het is ook een goed gevoel natuurlijk dat het orkest op die manier het vertrouwen eigenlijk in je uitspreekt. Zeggen, nou, we willen dat gewoon graag met jou doen de komende tijd. Dus ik zeg, nou, ik doe dat ook graag met jullie, dus goede match, denk ik. Terug naar Andel, waar ze dolblij zijn met Floris. Ondertussen is het jeugdorkest aan het werk gezet om geld te verdienen voor de clubkas. Ik doe het wel even. Heeft u nog flessen over voor het Anders van Varen korps? Kijk eens. Dankjewel. Veel succes nog. Fijne dag verder. Doei. Lege flessen inzamelen om de kas te spekken. Bijvoorbeeld voor muzieklessen of nieuwe instrumenten, onderhoud van instrumenten, dat ja... moet toch betaald worden. Dus we hopen door middel van deze acties dat we daar wat geld voor kunnen bij elkaar kunnen sparen. Welk huis heb jij gedaan? Oké, dan ga ik die doen. Het is best een jonge groep die het jeugdorkest draaiende ook houdt. En dan vind ik toch knap hoe ze het dan toch weer georganiseerd krijgen en toch een mooi clubje blijven zo samen. Ja. Ja. Dankjewel. De flessenactie wordt voor het eerst gehouden. Het is voor het eerst dat we het doen. Dus, maar nou, dan komt er weer in mijn hele zak. Maar net ook, dan staan zakken klaar bij mensen aan de deur. Dat is ook weer de... We hebben al één zak en dit. Dus het gaat hartstikke goed. Heeft u misschien lege flessen? Bijvoorbeeld Anders van Varenkorps. Nog een paar tassen. Nou, ik denk 300 of zo. Ik denk 200. Nou, dat tikt lekker aan. Snel inleveren dan maar. Nou, en zo dragen ze er eigen steentje bij, financieel ook voor de vereniging. De opbrengst was, nou, ja, redelijk, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ik weet ook niet of dat we nog een volgende actie doen, in de zin van de flessenactie. Misschien wordt het weer iets anders. En €4,25. Ja. €69,25. Volgende week in Met de Muziek mee. Jill is druk aan het oefenen voor haar presentatie. Het eerste nummer heeft er lekker ingeknald. Het jeugdorkest gaat verder met Erasmus Tales. En wij gaan luisteren of het jeugdorkest die sfeer ook bij ons kan overbrengen. Komt wel goed. Alle vertrouwen in hoor.